De reclame houdt ons een spiegel voor waarin we niet onszelf zien, maar een onbereikbaar ideaal. De modellen in de bladen zijn mannen en vrouwen met benen die te lang zijn, buiken te plat en billen te strak om waar te zijn. Is het wat de consument wil of is het gevaarlijk bedrog? We praten erover met Groenvoorzitter Mieke Vogels en trendonderzoeker Saar Spandel. Mevrouw Vogels, in een vorig leven, toen u minister van Volksgezondheid was, 2002, hebt u een campagne gelanceerd onder de titel was Mag gezien worden. Dat was een pleidooi voor gewone maten, hè? Niet ideale maten. Ja. Waarom deed u dat? Wel, dat is eigenlijk gestart met een onderzoek dat we binnenkregen. En dat aanduidde dat jonge meisjes vooral steeds vaker starten met roken. Hmm. En als we dan die meisjes vroegen, maar waarom starten jullie met roken? Dan was het antwoord stevast omdat je dan minder honger hebt en je slanker blijft. Hmm. En allee, ik vond dat toch wel ontstellend, hè? Dat jonge mensen een stukje roofbouw plegen op hun eigen lichaam, roken, jojo-diëten, allerlei pillen slikken, om te beantwoorden aan dat ideaal, die ideale maten. En vandaar dat we toen begonnen zijn, we hebben gezegd voordat we kunnen gaan promoten eet gezond en rook niet, moet je eigenlijk een campagne voeren om te zeggen voel je je goed in je eigen vel, ook al heb je een maatje meer. Saar Spandel, u onderzoekt trends. Hoe zit het met de trend over schoonheid? Ja, ik wil toch wel even zeggen dat ideaalbeelden van alle tijden zijn. Hè, en ze zijn altijd onbereikbaar en altijd niet haalbaar. Denk aan de tekeningen van Da Vinci met zijn geometrische lichamen. Denk aan de vrouwen van Rubens. 99% van de vrouwen in die tijd kon dat niet bereiken, maar ze konden er wel een beetje van dromen. En in dat opzicht zijn de ideaalbeelden die we vandaag krijgen, voorgeschoteld krijgen, beantwoorden die aan de criteria van een ideaalbeeld. Namelijk, ze zijn onbereikbaar en niet haalbaar. Nu wil ik toch wel eventjes nuanceren dat niet alle vrouwen die ideaalbeelden te zien krijgen, dat die gefrustreerd zouden zijn. Ja. Of dat die het gevoel hebben van tegen hun eigen mislukking aan te lopen. We gaan misschien een beetje dromen, maar ook praten. Maar eerst de resultaten van een klein onderzoek. Het communicatiebureau FE heeft op onze vraag meer dan 400 reclameadvertenties bekeken in 76 exemplaren van in totaal 22 verschillende tijdschriften. Met deze vraag in het achterhoofd, hoe zien de modellen eruit? Zijn het gewone mensen of idealen? Bij die telling van die advertenties zijn er mij wel een paar dingen opgevallen. In ruim 8 op de 10 gevallen wordt er gewerkt met het ideale beeld. En dat is lang, mager, strakke dijen en billen, mooie borsten en volle lippen en mooie haren. Het is een onrealistisch model geworden. Als 1% van de bevolking aan dat model voldoet, dan zal het veel zijn. Wat natuurlijk ook opvalt, is dat er druk wordt gefotoshopt. Hè. Modellen vandaag hebben geen poriën meer. Soms zie je ook foto's waar dat er echt veranderd is aan de vormen. Dit is een voorbeeld van een onnatuurlijke verlenging van benen. Maar meestal zie je het niet wat er veranderd is. En dat is het gevaarlijke natuurlijk, hè, dat je je gaat vergelijken met iemand die eigenlijk niet bestaat. En wat ook heel erg opviel, vrouwen moeten blijkbaar gefotografeerd worden met een lichte opening van de mond, zeer erotisch veronderstel ik, en de man met stoere blik. Er zijn gelukkig ook voorbeelden waar dat men afwijkt. Bijvoorbeeld deze. Zie je moeder en dochter duidelijk niet voldoen aan het ideale schoonheidsmodel. En natuurlijk is er nog altijd Dove, hè. Die werkt met echte vrouwen. Het is natuurlijk ook een strategie, maar het geeft wel een reëler beeld. Persoonlijk vind ik, als je de kracht bekijkt waarmee wij vandaag worden overspoeld met beelden, hè, dus alle media, films, tv, games, internet, dan is het niet moeilijk dat wij ons af en toe niet goed in ons vel voelen. En eigenlijk, leuk om te weten, mannen, dat slanken, dat hoeft niet per se. Wat mannen wel graag zien, is het zandlopermodel. Dus het moet wel mooi zo gaan, maar het kan zo afwijken in de breedte. Dus dat is wel leuk. Ja, mevrouw Vogels, wat denkt u? Uw campagne heeft blijkbaar niet gewerkt.
Nee. Ik heb de indruk dat het model steeds onbereikbaarder wordt. Die tijd van Rubens, dat zie ik nog wel te bereiken. Maar ja. Dat ideaalbeeld van vandaag wordt hoe langer onbereikbaarder. En het groot verschil met vroeger is dat het echt een commerce geworden is. Dat mensen allerlei dingen worden aangepraat die hen de indruk geven dat ze toch dat ideaalbeeld kunnen bereiken. En de dag van vandaag gaat dat zeer ver. Een maatje 36, gecombineerd met een D-cup. Ik denk niet dat van nature uit één vrouw dat heeft. Nee. Daar komt allerlei plastische chirurgie en zo verder aan te pas. En dat is het groot verschil met vroeger. Dus de verantwoordelijkheid van diegenen die dergelijke beelden projecteren en tegelijkertijd dan de verkoop van al diegenen die plastische chirurgie, allerlei middelen, dat gaat toch wel heel ver. Hoe verklaart u dat, mevrouw Spandel, dat niet werkt? Enfin, de meeste mensen hebben toch een gewone maat, hebben niet die ideale maten. Waarom blijven mensen dan volgens u daarin geloven en daarnaar streven? Het gaat net om dat inspirerende, dat aspiratieve, dat opkijken naar, zonder dat ze dat per se willen bereiken. Ik zeg, een heel groot deel van de vrouwen kijkt daar graag naar, zonder dat ze dat zeggen van nee, dan voel ik mij ongelukkig in mijn vel. Als je vraagt aan vrouwen van geef jezelf punten op 10, dan zeggen ze ja, 4, 5, 6, 7. Ja, maar dat is precies omdat ze altijd die foute beelden zien. Dat is gebeurd maar toch, hè? Als je diezelfde vrouwen vraagt van... voel je jezelf aantrekkelijk? Ja. En zie je jezelf graag? 9 op 10 vrouwen ziet zichzelf graag. Welke gevolgen heeft dat dat vrouwen voortdurend, en van mannen ook, geconfronteerd worden met die onbereikbare idealen? Ik denk dat vooral bij jongeren dat toch wel heel zwaar weegt. Uit de onderzoeken die wij destijds gelezen hebben, bleek dat ook. Dat vooral jonge meisjes, maar ook jonge mannen, eigenlijk zeer ongelukkig zijn, hè? En absoluut niet gelukkig zijn, hoor. Zeer ongelukkig zijn met hun eigen lichaam. Maar komt dat door de reclame, denkt u? Komt dat door die foto's? Ik denk dat dat voor een groot stuk komt door... Is dat niet eigen aan een puber gewoon? Dat zal wel voor een stuk eigen zijn, maar ik denk dat het voortdurend projecteren van dat... Ja, dat onhaalbaar. Niet alleen in de modebladen, hè. Ook op de clips die jongeren bekijken, op internet. Het is overal datzelfde ideaalbeeld dat zij niet kunnen bereiken. En dat onderzoek blijkt echt dat jongeren er heel ongelukkig aan zijn. Maar onderschat je toch niet de jongeren? Ja. Zij weten ook wel dat dat Amerikaanse toestanden zijn en dat eraan geprutst is. Zij zien dat ook wel, denk ik, hoor. Misschien zien ze dat wel, maar zoals Saar zegt, blijft toch in hun achterhoofd dat het ideaal dat ze willen bereiken. Een ideaal dat eigenlijk ook bevestigd wordt door mannen, door jongens, hè, zoals het er juist in het filmpje is. Ja, u wou er iets op zeggen. Ja, het is zo dat jongeren inderdaad op zoek zijn naar hun identiteit en in die zoektocht grijpen naar ideaalbeelden. En dat die invloed van de media er is, maar niet te onderschatten. Die hormonenbom die in zo'n lijfje wordt losgelaten, gaan naar een feestje en... Met een dikke puist op hun neus, daar word je niet gelukkig van. En die media spelen daarin mee, maar zonder die media zou je ook niet gelukkig zijn met die dikke puist op je neus. Het was misschien maar een klein onderzoek, maar toch, 22 tijdschriften. Mm. Meer dan 8 op de 10 van de modellen in de reclameadvertenties zijn dus een onbereikbaar ideaal. Moeten we daar niet iets aan doen? Of kunnen we daar iets aan doen? Of willen we daar niks aan doen? Ik denk zeker niet dat... want ik ben natuurlijk politica, dan denkt iedereen, misschien moeten we een wet maken om te bepalen dat voortaan alle vrouwen in de boekjes minimum maat 42 moeten hebben. Ik protesteer dan wel. Ik vind dat wel een mooi zicht. Ik denk dat dus absoluut niet de bedoeling is. Maar aan de andere kant denk ik wel dat we allemaal een stukje verantwoordelijkheid hebben om ook andere vrouwen in beeld te brengen. En te maken dat vrouwen die andere maten hebben zich daar ook een stukje mee kunnen identificeren. Mag ik een voorbeeld geven? Op Radio 2, hè? Absoluut. Op Radio 2 heb je de drie madammen. Hè? Ilse van Hoeken, Anja Daams en Katrien van Voren. Dat zijn drie totaal verschillende madammen met totaal verschillend karakter, totaal verschillend uitzicht, temperament, maar ook totaal verschillende maten. Mm-hmm. En dat is mooi, dat is goed. Alleen, ze zijn op de radio. Hè? Ze komen nu en dan in de reclame naar voren voor Radio 2, maar ik hoop dat op TV1 ook eens een iets rondborstigere vrouw mag presenteren, bijvoorbeeld. We hebben nog een klein experiment. Kun je een vrouw van 50 omtoveren tot een meisje van 20? We maakten voor actrice Martien Jonkheren een afspraak bij een fotograaf. Martien, we gaan nu eerst een foto maken zonder make-up. Ja. Om daarna goed het verschil te kunnen zien. Bam, 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 oh, puur natuur noemen ze dat. Als je dat nu ziet, zou het toch wel gefotoshopt worden. Hè? Geef toch toe. Hè? Dat photoshoppen, ik vind dat ze daar soms heel ver in gaan. Als ik soms dat resultaat zie, denk ik van nee, dat ben ik niet. Mijn karakter zit daar niet in. Wil je mij eens toonbaar maken voor deze wereld?
En liefst wat jonger. Geen probleem, maar dat moet kunnen. En hoeveel zou er willen af hebben? Gewoon zo'n keer voor de sport. Ik zou er zo'n keer terug willen een jaar of 20 uitzien. Zo. Ah, wel, daar gaan we ervoor gaan. Pas op, ik ga niet hypocriet doen. Ik zeg ook altijd tegen een fotograaf, bewerk mij goed dat ik er fris uitzie. Hè? En dan weet hem direct wat ik bedoel natuurlijk. Maar ik had onlangs zo'n fotosessie en ik lachte, want ik lach graag. En je zag er al mijn rimpels op. Ik zei toen tegen mijn man, amai. En hij zei, ja, maar Martien, dat zei jij gewoon. Dat is het beeld zoals ik u alle dagen zie. Maar doe maar wat aan dat daar, want dat zal nodig zijn. Ik ben niet altijd tevreden met mezelf. Ik heb zo'n rechte neus. Ik vind bijvoorbeeld ook dat mijn oren iets te groot zijn. Ik kan er een moeilijke wipneus van maken. Zo. Dat groeit mee naarmate dat ouder wordt. Dus. Ik vind dat er al niet slecht uitziet. Hè? Dus ik vind dat niet nodig dat daar nog Photoshop aan gebeurt. Ik ben wel eens benieuwd naar het resultaat. Wauw. Zeg, ben ik dat? Oh, allee, dat is toch niet normaal, zeg? Ik heb gewoon geen rimpeltje niet meer. En mijn mond is zelfs voller. Zo was ik wel vroeger, als ik jonger was. Ja, zo herken ik me wel. Maar, het is wel raar om dat te zien, hoor. Als ze nu mogen kiezen tussen die en die, wie zouden ze kiezen? Ik vind het een schone souvenir in ieder geval. Absoluut. Ja, iemand 30 jaar jonger maken, het was blijkbaar heel gemakkelijk. Wordt dat ook vaak gedaan in de reclame? Iemand 30 jaar ouder maken is even makkelijk, maar dat doen we niet. Hè? Het wordt heel vaak gedaan, bijna. Geen foto is niet meer geshopt. Wie vraagt daarom? Ik heb gisteren gebeld met een fotograaf die reportages maakt voor een vrouwenblad van de lezeressen. En die lezeressen zeggen inderdaad na zo'n sessie van, jij shopt mij wel, hè. Dus iedereen vraagt het, iedereen vindt het doodsnormaal. Het is toch heel erg dat er al automatisch gevraagd wordt van, je doet het toch wel even. Maar is dat erg? Waarom is dat erg? Je ziet jezelf graag mooi. Is het erg, mevrouw Vogels? Het is een beetje een variatie op hetzelfde thema. Naarmate we met z'n allen ouder worden, wordt de jeugd hoe langer hoe meer verheerlijkt. Het is een variatie op... het is voor steeds meer mensen onbereikbaar. En twee vind ik het erg, ja, want mijn levensmotto is blijf jezelf. Dat is al moeilijk genoeg. En stel nu voor dat ik zou gefotoshopt worden in een blad en ik kom daarna in de supermarkt, dan zou iedereen tegen mij zeggen, amai, je ziet er slecht uit. Hè? Dus, maar als we nu de wallen onder uw ogen kunnen wegnemen... Zou dat niet magnifiek zijn? Stel dat je die dag een slechte dag hebt. Niet oh, dat mag, ja. Die wallen niet mogen. Dat mag weg. Dat mag, ja, ik denk dat dat nu ook wel weggeschmikt is. Nee, maar dat is iets anders dan iemand 40 jaar jonger maken. Ja. Of totaal anders maken. Hè. Ja. Dus, We halen er nog een gast bij. Dirk Domen is creatief directeur bij reclamebureau Duval Guillaume. En is er bij komen. Ja, meneer Domen, die Photoshop, wat is dat toch allemaal? Hoe lang zijn ze daar nu eigenlijk al mee bezig? Wel, eigenlijk is Photoshop nog een vrij jong softwarepakket. Hè? Dus het bestaat nog amper 20 jaar. Nu, dat is zo geavanceerd ondertussen dat laten we zeggen, de digitale fotografie en dat pakket ongelooflijk op elkaar zijn afgestemd. En de digitale fotografie heeft ondertussen in de reclame het overgenomen. Dus wat gebeurt er is dat je dus inderdaad digitale fotografie en Photoshop niet meer kunt loskoppelen. Mm-hmm. En ik moet ook zeggen, in het geval van digitale fotografie is de fotografie er gebaat mee om te photoshoppen. En dan is natuurlijk de vraag van ja, hoe ver ga je erin? En dan kom je tot, ja, soms wordt het goed gebruikt en soms wordt het natuurlijk extreem slecht. Absoluut. U bent een reclameman, u komt dus in contact met adverteerders. Vragen die naar die extreem perfecte lijven? Is daar echt een vraag naar van de adverteerders uit? Wel, uiteraard vragen ze naar sommige dingen, maar bij ons bijvoorbeeld vragen ze eerder naar herkenbaarheid. Dus dat is niet het extreem gefotoshopte lichaam. Mm-hmm. Uiteraard zullen sommige adverteerders vragen, als je morgen een koekje fotografeert, ja, dan wil je dat het er lekker uitziet. Dus dat is bijna vergelijkbaar. Dus en die dame mag er ook wel lekker uitzien. Tuurlijk, die mag er ook lekker uitzien, absoluut. Maar dus ze vragen wel bepaalde dingen.
En ik denk, voor sommige merken zullen ze zelfs extreme dingen vragen. Maar bij ons zou ik zeggen dat het toch relatief beperkt blijft en dat er naar herkenbaarheid wordt gestreden. Meneer Domen, kijk eens even mee naar deze foto's. Dit is een foto gebruikt in een Zweedse voorlichtingscampagne rond dit thema. Links een meisje van 13 jaar, niet bijgewerkt. Rechts de bijgewerkte versie. Wat hebben ze precies gedaan? Aan de ogen, ze hebben het oogwit witter gemaakt en blauwere ogen. Mooi zo. En dan de borsten, zeer belangrijk. Die hebben ze opgepompt door op de juiste plaats schaduw en licht toe te voegen. En dan de wangen, ja, ook daar is mee geprutst. Een donkere schaduw naast de wang om het gezicht te versmallen. Wat verkiest u? Ja, dus uiteraard in dit geval verkies ik duidelijk het linkse, dus het kind zelf. Ze hebben dit natuurlijk gebruikt om aan te tonen dat dit fout is. Dus is eigenlijk deze foto om de juiste reden gefotoshopt. Maar het gebeurt wel, hè? Het gebeurt en ik vind het, als het op kinderen aankomt, dan lijkt het mij even pervers als dat nieuws van vanmorgen met die push-up bras die ze gaan uitgeven voor kinderen van 10 jaar. Absoluut, okay. Not done en dwaas. Ik hoor de woorden pervers, Martien. Mevrouw Spandel, gaat de modewereld dat onrealistische beeld blijven aanhouden? Ziet u nog geen enkele tegenbeweging? Toch wel, de slinger komt altijd terug, maar op vlak van ideaalbeelden gaat dat heel traag. Is dat een heel trage evolutie. En ik denk dat we niet mogen onderschatten. We hebben geen nood aan moraalridders. Vrouwen zijn echt sterk genoeg om zelf te zien van dat zie ik zitten, dat niet. We dragen ook geen corsetten meer. Op het moment dat vrouwen zeggen van dat gaat mij te ver, dan doen ze het niet meer. Dan kopen ze de magazines niet meer, dan kopen ze de mode niet meer. Mevrouw Vogels, het Franse parlement heeft gisteren een wetsvoorstel tegen anorexia goedgekeurd. Op het promoten van het extreem mager ideaal kan een boete van 30.000 euro en 2 jaar cel staan. Zijn er wetgevende initiatieven bij ons in de maak? Bij mijn weten niet. En ik denk dat dat ook heel moeilijk wettelijk te definiëren valt. Wanneer leidt iets tot anorexia? Het probleem van anorexia en extreem magere modellen en het verband tussen beiden is al heel veel bediscussieerd. Als er een verband bestaat, dan gaat het gelukkig maar over een heel klein deeltje. En waar ik vooral iets wil aan doen, is voor de grote massa van mensen die zich ongelukkig voelen, vaak ongelukkig voelen, ook al omdat... Ja, de schoonheid is ook van binnen. Hè. Ik was zo blij met dat liedje van Clouseau. Het zit van binnen. Hè. Laten we daarop afronden. De schoonheid zit van binnen. Mevrouw Vogels, mevrouw Spandel, bedankt. Thank you.